Goedenavond iedereen, ik ben Lisa Asselbergs, ik ben Miss Wellness Media 2019 en ik ben hier vanavond aanwezig op de persvoorstelling van alle finalistes van het nieuwe seizoen. Ik heb hier Barbara Kasters bij mij. Dag Barbara. Hallo. Hallo. Hallo, hoe is de avond voorlopig al voor u geweest? Zeer speciaal, dat is een heel enorme, unieke en toffe ervaring voor mij. Ah, dat is fijn. En wat voor een zaak hebt u? Ik plaats de wimperextensions, ik doe de wimperlifting, ik plaats gelnagels en gelish. En dan voer ik ook nog enkele kleine andere services uit, zoals wenkbrauwepileren, de bovenlippepileren en dergelijke meer. En waarom hebt u gekozen om deel te nemen aan deze misverkiezing? Eerst en vooral om grenzen te verleggen. Het lijkt me wel leuk en het is ook zeer... tof om eigenlijk mijn talenten ook te kunnen illustreren op deze manier. En ik hoop dat dat enorm veel deuren zal openzetten en ja, gewoon ook een toffe ervaring wordt op zich. Daar ben ik van overtuigd. Ik heb het zelf mogen ervaren, dus dat gaat het zeker worden. Hoe ziet u de toekomst? Zeer productief alvast. Ik ben ook enorm veel tijd aan het steken in mijn eigen zaak. En ik wil daar eigenlijk in blijven groeien. En dat denk ik wel dat de komende 6 maanden daar zeker een boost aan zullen geven. Voilà. Ja, dat klopt. Zeker en vast. En vertel eens iets meer over uw persoonlijkheid. Wat doe je graag in uw vrije tijd? Mijn hobby's zijn tekenen en kunstschilderen, met name fijne kleine werkjes. Ik reis graag, ik volg ook heel graag de mode en de beautytrends op en ik deel die dan ook heel graag met mijn omgeving. Voilà. Ook op sociale media actief? Zeker en vast, ook met de resultaten van mijn werkjes. Vooral ook met de pagina eigenlijk van de zaak. Ik probeer toch wel op die manier ook mensen aan te spreken, zeker en vast. Ah, dat klinkt allemaal heel fijn. Dank u wel. Dank u wel, graag.